Door een unieke Belgische ketensamenwerking brengen De Leize en Lalorijn Bakery Group voortaan samen een duurzamer broodassortiment op de markt. Deze duurzame samenwerking start bij de boer. Door regeneratieve landbouwpraktijken op het land draagt die bij tot een vermindering van de koolstofuitstoot en een gezondere bodem. Hoe gaat het precies in zijn werk? En tant qu'agriculteur, pour moi le sol a une importance cruciale. C'est pourquoi je fais partie du programme de culture régénérative. Pour cela, j'utilise moins d'engrais synthétiques, mais plus de couverts végétaux. Le résultat est que nous avons un blé avec une empreinte carbone plus faible et un sol plus fertile. Tout le monde y gagne, je reçois un bon rendement et également je participe à la fabrication d'un pain plus durable. Door een gezondere bodem, meer biodiversiteit en minder koolstofuitstoot produceren we duurzamere tarwe. Na de oogst op het land wordt de tarwe gemalen tot meel voor onze rustiekbroden. Deze artisanale broden worden op Belgische bodem geproduceerd met duurzamere tarwe, zuurdecem en een lange rusttijd. Zo kan de consument voortaan een positieve impact hebben door het kopen van rustiek brood op basis van regeneratieve en Belgische tarwe.